Hallo crypto -coins. het is donderdag 22 augustus. Als je terug bent van vakantie, welkom back to crypto. Um, voordat ik wat charts met je ga doornemen en nog wat vragen ga beantwoorden, uh, eerst even een apart mailtje wil ik even met je bespreken. Dit kwam begin van deze week binnen. Uh, toen verscheen er opeens een uh, melding van Binance dat op een van mijn accounts er een bedrag was gestort van bijna 50 euro of ongeveer 50 euro aan Bitcoin, 0052 Bitcoin. Um, dit bewuste Binance-account is niet in gebruik, of liever gezegd. Ik, het is van mij, ik gebruik het niet. Ik heb het één keer gebruikt. Misschien weet je dat als je die traden met Bitcoin video hebt bekeken. Het is het account dat ik toen heb gemaakt om je te laten zien hoe het hele proces loopt. Um, het punt is dat uh, iemand waarschijnlijk gedacht heeft dat hij of, hij of zij toen hij die video bekeek: van oké, okay, dat hij geld moet sturen om te kunnen traden naar het wallet adres dat daar werd getoond. Dat is dus niet zo. Dat is namelijk. Mijn wallet adres voor dit Binance account. Uh, toch is dat gebeurd. Op een of andere reden heeft iemand besloten om dat hele adres over te typen. Een behoorlijk lang adres. En daar uh, 50 euro heen te sturen. Waarschijnlijk met als doel om, om daarmee te gaan traden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dit geld moet terug naar degene van wie het is. Alleen van wie is dit? Het is heel verleidelijk om te zeggen ik stort het gewoon terug naar de wallet waar het vandaan komt. Dat heb ik bewust niet gedaan, want het kan heel goed een wallet zijn op Litebit of een wallet op Getmeo of waar die bewuste bitcoin ook is gekocht. Ja, dan weten zij ook niet wat ze daarmee moeten doen. Vandaar dat ik even moet weten wie degene is die dit heeft gestuurd. En om alle grappenmakers meteen maar te ontmoedigen, ik heb even het wallet adres nodig. Van, vanaf waar dit is verstuurd. Dat zul je dus even moeten achterhalen. Het walletadres vanaf waar je dit naar mij hebt gestuurd. Als je dat adres hebt gevonden, stuur mij dan even een mailtje. Of reageer nog eenvoudiger even op deze YouTube-video. Als je de podcast hoort, ga dan even naar het YouTube-kanaal. Reageer even op deze YouTube-video. Zet daar even de eerste vier tekens en de laatste vier tekens neer. Van de wallet vanaf waar je dit hebt gestuurd, dan weet ik dat jij de juiste persoon bent. Dus zet er meteen ook even het adres bij van de wallet waar ik dit heen kan sturen, terug kan sturen. Dat moet dus waarschijnlijk een ander walletadres zijn, want ik vermoed dat je het rechtstreeks vanaf jouw bitcoin wisselkantoor hebt overgemaakt. Dus samenvattend, als dit van jou is, dit geld, en als je het eigenlijk op jouw Binance-account had willen storten, dan wil ik even weten vanaf welke wallet je dat aan mij hebt gestuurd. De eerste en de laatste vier tekens zijn genoeg. En geef me ook even het publieke adres, dus de public key van de wallet waar het heen moet. Dat kan misschien dezelfde woord wel zijn, als het een bijvoorbeeld een Jaxx wallet is geweest of zo. Maar dat kan ik natuurlijk niet zien. Dus dan stuur ik het naar je terug. En dan wens ik je verder veel plezier met traden. Happy traden. Een beetje 50 euro. Oké, okay, tot zover deze uh, wat ludieke mail die ik ontving. Wel leuk, dit soort cadeautjes. Als het express is gedaan, is het ook goed. Hartelijk dank. Um, even naar de chart. Dit is de weekchart van de Bitcoin versus een crypto versie van de dollar. Je kent dit spelletje. Ik laat deze chart bijna elke video wel zien. Met de Ichimoku Cloud erbij. Een uh, min of meer voorspellende indicator. Natuurlijk niet helemaal waar. Er is geen indicator die de toekomst kan voorspellen. Maar ik kan je wel goed laten zien wat het sentiment is. Dit is de weekchart. En over de weken gezien, het sentiment is nog steeds positief. Dat is het nu al wekenlang. Te beginnen met de week van 24 juni, die begon op 24 juni. Zitten we nog steeds in een positief sentiment. De bandbreedte waar we nu tussen zitten is aan de bovenkant ongeveer 11.500 dollar. Aan de onderkant ongeveer 8800 dollar. Daar schommelt de prijs een beetje tussen. En uh, ik kan je wel vertellen als de prijs hierboven schiet. Dan zouden we inderdaad hard op weg kunnen gaan naar de Max Keizer Bijvoorbeeld al voorspelde 15.000 dollar. meeste experts zijn het erover eens dat het een kwestie van tijd is voordat dat gebeurt. Als de prijs hier eerst nog onder komt. Hier wordt een hoop uitgevoerd. Er zitten veel traders met stop loss orders op deze plek. Om te verkopen met als hoop om later weer te kunnen terugkopen als de bitcoin goedkoper is geworden. Kortom, dan zouden we nog wel een grotere daling kunnen zien alleen maar dit. Want zeker weten, hier zitten veel orders. Daar kom ik trouwens zo meteen nog even op terug. Want het is een van de meest gestelde vragen. Hoe kan je omgaan met, uh, met situaties waarin je alleen maar bitcoin hebt. Geen altcoins kunt kopen omdat de markt te veel in beweging is, en toch graag wilt tweede. Dat doe je op een manier die ik net al min of meer aangaf, namelijk gebruik maken van um, Bitcoin verkopen, omdat de prijs gaat dalen, omdat je verwacht dat de prijs gaat dalen, en vervolgens Bitcoin terugkopen of inkopen. Vlag voordat de prijs weer gaat stijgen. Maar daar kom ik zo meteen uitgebreid op terug. Um, eerst even, uh, oh ja, een aardigheidje nog, voordat ik wat, uh, wat met barometers en zo ga doen. Um, er is een trading chatgroep, misschien ken je die wel, www.cryptocorners.nl slash trading chat op Telegram. En die uh, trading chatgroep, daar uh, zijn 600-700 mensen lid van op dit ogenblik. Ik kan hem er wel even bij pakken. Volgens mij is dit hem. Nee, dat is een scanner chatgroep. Dat is een scanner nieuwsgroep. Dit is de trading chatgroep. 639 leden op dit ogenblik. Um, en uh, we hebben de afgelopen week besloten om de, een aantal berichten in deze groep eigenlijk niet langer toe te laten. Er werden naar de mening van uh, een groot aantal traders wat te veel persoonlijke berichten, grapjes, toestanden en zo gepost, die wat afleiden van waar het echt om gaat in deze groep, namelijk traden. Ehm. Um, dat wil niet zeggen dat er niet behoefte is aan, mensen, aan groepen waarin ook een beetje humor en persoonlijk gesprek kunnen worden gevoerd en het ook nog over traden gaat. Vandaar dat één groepsdeelnemer, Bert, heeft besloten om een tradinggroep op te richten die heet Trading with a Smile of Crypto Trading with a Smile. En als je naar die groep toe wilt, je vindt de link naar die groep onder deze video. Als je dit op YouTube bekijkt, je moet wel lid zijn van Telegram, maar dat is gratis. En ook als je al in de trading chatgroep zit. Klik dan even op het vastgezette bericht. Bovenaan. Dan zie je ook een link staan naar die groep. Dus word daar lid van. Je bent van harte welkom. En Bert, gefeliciteerd met dit initiatief. En ik wens je initiatief en ik wens je natuurlijk heel veel succes mee. Oké, okay, um, tot zover die trading chatgroep. Um, oh ja, de barometer natuurlijk eventjes. We pakken even de scanner erbij en die zit ik op dezelfde app als ik net al had, de Telegram app. Dat is deze. Zo, en dan gaan we even naar de scanner. Die herken je altijd aan dat botje wat ernaast staat. De barometer over de afgelopen 24 uur ziet er heel goed uit, heel positief. Dat heeft alles te maken met de enorme prijsstijging van een aantal coins. Bijvoorbeeld de metal bijna 30 gestegen. Maar je ziet bijna 2% winst op dit ogenblik dus de totale waarde van alle altcoins op Binance uh, in Bitcoin uitgedrukt is op dit moment met 2% is 2% hoger dan die 24 uur geleden was, ik kijk ook vaak even naar de barometer over de afgelopen 4 uur en je zult zien die is ook hoger, die is ook positief, een half procent het gaat om deze regel die hier staat een half procent hoger. volume is ook flink gestegen met, zijn, met ruim 36 procent. En ik denk dat de barometer over het afgelopen uur ook wel positief is. Ja, 0,1 procent niet zo heel veel. Maar wat minder volume dan het uur daarvoor. Goed te traden. Er was in ieder geval vanochtend goed te traden. Ik vermoed dat het nog wel even doorgaat. Als je zelf de scanner gebruikt, kun je altijd even vragen hoe de barom, of kijken aan de barom, op de barometer kijken hoe het ervoor staat. Gebruik je de scanner niet? Stel het dan even als vraag in de trading-chatgroep van mensen. Hoe staat de barometer ervoor? Die kunnen je dat dan. Eh, andere traders vertellen je dat met plezier. Um, maar, dus wat ik ook zei, ik heb vanochtend zelf gehandeld op de barometer. Uh, met uh, metal. Uh, ik heb maar één coin gebruikt vanochtend om te handelen. En daar heb ik mijn dagwinst wel mee gepakt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Um, maar stel nou dat de barometer niet meewerkt. Oftewel, het is slecht weer om in altcoins te gaan traden. Het is, je ziet veel bloed wegvloeien uit die altcoins. De marktdominantie van Bitcoin is zo hoog dat elke significante prijsstijging van de bitcoin of prijsdaling van de bitcoin... tot gevolg heeft dat al die altcoins dalen. Wat moet je nou eigenlijk doen? Hoe ga je dan om als je toch graag wilt traden met trades? Nou, je wilt geen altcoins traden, dat is duidelijk. En je hebt alleen maar bitcoin. Dus om met dollars meer bitcoin te kopen en die dan weer te verkopen... is ook niet echt een strategie. Je hebt immers geen dollars, je hebt alleen bitcoin. Nou, wat je dan kunt doen, is een techniek die ook wel short gaan wordt genoemd. Het is niet shorten, wat je misschien wel kent. Namelijk geld lenen om vervolgens van... Uh, iets te verkopen van, dat eigenlijk van iemand anders is. En het terug te kopen voor een lagere prijs, zodat jij de winst hebt. Daarna geef je het weer terug aan die andere persoon. Dat is een techniek die wordt shorter genoemd. Maar je kunt ook short gaan. Hè? Normaal gesproken, als je een altcoin koopt, ga je long. Want je verkoopt hem met winst. Als je short gaat, dan verkoop je iets. Om het later weer voor een lagere prijs terug te kopen. Dat is uiteindelijk je doel. Maar je kunt ook short gaan met Bitcoin. En ik laat je even zien hoe je dat bijvoorbeeld zou kunnen doen. Um, ik doe dat niet met de Ichimoku Cloud. Ik doe dat eigenlijk met dezelfde indicators en dat zijn deze. Dezelfde indicators. En het kan zijn dat er een beetje te veel dingen worden geopend nu. Ja, allerlei dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt om dit te doen. Zo. En als je kunt ze erbij zet, als je van dat soort indicators houdt. Maar. We gebruiken dezelfde indicators die je ook kunt gebruiken om uh, gewoon te traden. Of in ieder geval te traden op de crypto manier Voor de zekerheid. Als je geen idee hebt hoe deze manier van traden werkt. Bekijk die lange video die ik net al even noemde. Um, uh, zo, uh, zo kun je traden met Bitcoin. Of volg de cursus Beleggen en Traden met Bitcoin. De link naar zowel de video als de cursus vind je onder deze video. YouTube video. Dus ik ga nu niet in op deze um, indicators, hoe ze werken, wat ze doen. Ik ga ervan uit dat je dat weet. Zo niet. Kijk mee ter vermaak. En je kunt altijd nog besluiten om dan een keer die lange video te bekijken en te bestuderen of aan de cursus mee te doen. Als je normaal gesproken zou traden, dan ga je dus long. Je doet long trades. Dan stap je in onder de onderste bolletje bent met een juist signaal hier. En je stapt uit boven de bovenste, boven bovenste bolletje bent. Niets. Nieuws onder de zon. Maar en je zou hier zelfs een leuk winstje hebben gepakt. Niet heel spectaculair, want de bandbreedte is niet zo groot. Maar je had in een relatief korte tijd, namelijk 72 minuten, 24 bars. Had je een winstje gepakt van bruto. Dan gaat de commissie nog vanaf bijna 0,7%. Snel verdiend. Alleen, je hebt geen dollars. Je hebt alleen bitcoin. Hoe ga je hier dan mee om? Dan keer je het spelletje om. Je doet precies het tegenovergestelde. En dat betekent dat je instapt... Op het moment dat je eigenlijk uitstapt. Laat ik het anders uitdrukken. Je stapt eigenlijk uit terwijl je eigenlijk instapt. Je gaat in de trade door uit te stappen. Je gaat in de trade door bitcoin te verkopen. Omdat je de signalen krijgt dat de prijs wel eens zou kunnen gaan dalen. Gebeurt dat niet, dan kun je altijd nog extra verkopen. Of je kunt een stop-limit buy-order zetten voordat de prijs te hoog wordt, zodat je je verlies hebt beperkt. Het werkt eigenlijk, zoals ik al zei, op precies dezelfde manier als long gaan. Dus het kopen van een, een altcoin met bitcoin. En die tegen een hogere prijs te verkopen. Je keert de chart 180 graden om. En je doet alles precies andersom. Dus waar je normaal gesproken koopt, verkoop je nu. Waar je normaal gesproken verkoopt, koop je nu. Dat is eigenlijk alles wat je doet. En in dit geval zou je bijvoorbeeld hier op deze plek zou je een signaal hebben kunnen krijgen of kunnen zien. Dit is een mooie plek, hier misschien, hierboven zo. zo. Deze lijn. Is een plek waar je een signaal krijgt. Je zou hebben kunnen wachten totdat de snelle lijn weer in niemands land komt. Dat is ongeveer hier op deze plek. Dus je zou kunnen besluiten om hier ongeveer uiteindelijk te kopen. En dat zou dan hier al zijn gebeurd op deze plek hier. Deze lijn kan ik weghalen. overigens. Zo. Je zou op deze plek hebben kunnen niet kopen. Verkopen. Je zou op deze plek bitcoin kunnen verkopen of kunnen hebben verkocht. En die vervolgens, zo gauw de prijs dan daalt tot ongeveer dit niveau. Zou je hier alweer met winst kunnen terugkopen? Dus vanaf nu is het eigenlijk, als je hier zou hebben ingekocht, op ongeveer, laten we zeggen hier, op deze lijn, zo. Op die lijn waar nu dat kruis staat. Ik zal er even een, een professioneel cirkeltje omheen zetten. Zo. Daar staat hij. Zo, dan deze lijn, kan deze lijn ook weg. Deze kan ik weg. Okay. Zo, en deze lijn kan ook weg. Goed. Als dus je op deze plek had gekocht, hier ongeveer. Kun je gaan verkopen, zo gauw de prijs daalt tot. Uh, terugkopen, sorry, ja, deze prijs verkocht. Kun je terugkopen op het moment dat de prijs daalt tot hier. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja maar wat als de prijs blijft stijgen? Dan kun je besluiten om nog wat meer te verkopen. Bijvoorbeeld twee keer zoveel als je net hebt verkocht. Denk terug aan de, de, de cursus of de video die je misschien hebt bekeken. Je kunt beginnen met één bundeltje, daarna twee en daarna vier. Je kunt één keer kopen, daalt de prijs, koop je twee keer bij. Daalt de prijs verder, koop je vier keer bij. Zo kun je hier één bundeltje bitcoin verkopen. Stijgt de prijs, verkoop je er nog een keer twee. Stijgt de prijs verder, verkoop je er nog een keer vier. Blijft de prijs stijgen, stop limit order, zodat je nooit meer verliest dan, laten we zeggen, maximaal 1,5% van je hele portfolio. Dan wil je sowieso uit de trade zijn. Nou, zo vaart zal het hier niet lopen, want de prijs gaat relatief de hele dag eigenlijk al, eigenlijk al een paar weken lang, in uh, ieder geval een paar dagen lang, uh, heen en weer tussen deze twee bandbreedtes. En laat maar eens kijken of de prijs blijft dalen. Ik heb niet al te lang tijd om dat tijdens deze video te volgen. Maar je kunt altijd zelf even naar deze chart kijken, natuurlijk, als je deze video ziet. Uiteindelijk, zo gauw de prijs hieronder komt, kun je op de klassieke manier besluiten uit de twee te gaan. Bijvoorbeeld door een winst of een, percent, een plekje te kiezen waarvoor je terugkoopt. Dat kan bijvoorbeeld een vaste plek zijn. Je pakt een. Een paar, paar tienden van een procent winst door drie kwart bijvoorbeeld terug te kopen. En met die andere kwart kun je via stop limit buy orders de prijs blijven volgen. Trailing stop limit buy orders. Onthoud, je doet precies het tegenovergestelde van wat je normaal gesproken zou doen. Normaal zou je kopen en verkopen. Hier verkoop je om terug te kopen. Dit is de techniek. Die je kunt toepassen. Kijk, daar gaat de prijs. De prijs begint nu te stijgen. Wij hebben ongeveer voor deze prijs gekocht. Dat was ongeveer 9976 dollar. En je zou kunnen zeggen: als de prijs hier boven komt, boven de 10.026 dollar, en dat is een haalbare prijs, kijk, dat is zelfs gebeurd, dan koop, ver, verkoop ik nog een gedeelte. Zodat mijn gemiddelde verkoopprijs lager is geworden. En ik dus ook sneller in de wind zit als de prijs begint te dalen. Dit werkt, zoals gezegd, eigenlijk op exact dezelfde manier als longgaan. Maar dan 180 graden gespiegeld. Wat dat longgaan betreft. Dus oh ja, als je hier vragen over hebt. en je doet de cursus. beleggen en traden met Bitcoin. meld je dan even aan voor een van de toekomstige terugkeersessies. Elke twee weken is er een terugkeersessie. En stel even vragen hierover tijdens de terugkeersessie. Dan gaan we er uitgebreid op in. En als we de tijd hebben. dan doen we het zelfs even in de praktijk. Um, wat die praktijk betreft. Ik heb vandaag zelf ook gehandeld op metal. Ik gebruik nog steeds TradeDash... Uh, misschien heb je het gehoord, Trade Dash uh, heeft een uh, publieke uh, of een openbare aankondiging gedaan dat ze zijn gekocht door Bittrex. Nou, dat is al een tijdje geleden inmiddels. Er kwam van de week en vorige week een wat meer uh, versluierde aankondiging dat er allerlei fantastische dingen te wachten staan als het gaat om Bittrex met Trade Dash. Maar Binance wordt eigenlijk niet meer genoemd. Nou, dat heeft meteen aanleiding gegeven tot een ongelooflijke hoop geruchten. Uh, ik kan je vertellen wat ik weet. Ik weet niet zo heel veel meer dan jij weet waarschijnlijk... maar ik weet wel wat er bijvoorbeeld niet gaat gebeuren. Een van de dingen die ik van de week hoorde... tijdens een terugkeersessie van de cursus... toen zij, een cursusdeelnemer, zei van... Uh, Bittrex heeft Binance gekocht. Nou, ik kan je vertellen... Dat is absoluut niet waar. Ik weet niet waar dat gerucht vandaan komt, maar ik hoorde het nog een paar keer. Dat is absoluut niet waar. Bittrex heeft Binance niet gekocht. Ik denk eerlijk gezegd dat Binance niet te koop is, want de Binance mensen die op dit moment aandelen hebben, en die hebben ze in de vorm van Binance coins, het laatste wat zij willen is daar nu afscheid van nemen, omdat ze. Eigenlijk verwachten dat die Binance Coin veel meer waard wordt en daarmee Binance veel meer waard wordt dan het nu is. Dus nu verkopen zou geen goede move zijn. Bovendien heeft Binance het ook helemaal niet nodig. Ze hebben geen cash nodig om verkocht te worden. Ze hebben meer dan genoeg geld op dit ogenblik. Dus um, ze zitten niet te wachten op een verkoop. Dus dat gebeurt sowieso niet. Een ander gerucht wat ik hoorde is dat eind van deze maand Binance uit de trade wordt gehaald. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat gebeurt. Wat wel zo is, is dat uh, TradeTask officieel heeft aangegeven toekomstige uh, functies en features van Binance niet automatisch te ondersteunen. Een voorbeeld: Binance biedt nu de mogelijkheid om zogenaamde OCO's te doen. Een OCO is een Order Cancels Order. Dat betekent eigenlijk het volgende: Als jij hebt gekocht voor een bepaalde prijs, dan kun jij een, uh, tegelijkertijd een Stop Limit Order uh, instellen om uh, met verlies te verkopen. Als het verlies te groot wordt, of een limit sell order. Als je winst wilt pakken. En dat kan nu niet op dit ogenblik, want het is nu zo: als je eenmaal een verkooporder hebt neergezet, kun je niet nog een verkooporder neerzetten, want het geld is gereserveerd. Met OCO kan dat wel. Je kunt nadat je hebt gekocht, meteen een hogere en een lagere prijs kiezen voor een Limit order en stop limit cell order. En dat zijn dat is een zogenaamde OCO-order. De ene heft de andere op. Zo gauw een van de twee is uitgevoerd, vervalt de ander automatisch. Het kan op dit ogenblik, dat zal binnenkort veranderen, maar op dit ogenblik, terwijl ik deze video opneem, kan het alleen via een API. Oftewel, het kan alleen via apps die dat ondersteunen. En de Binance app ondersteunt het zelf nog niet. En de Binance website ondersteunt het op dit ogenblik ook nog niet. Maar dat ook nog niet, maar dat zal snel veranderen. En nog even wat die Binance app betreft. Als je een iPhone of een iPad gebruikt, dus iOS. Dan was je eigenlijk op dit ogenblik een beetje aan de goden overgeleverd. Want er was geen Binance app meer voor iOS. Die is er inmiddels weer. Die is weer beschikbaar. Je kunt in de App Store. Kun je, dit geldt alleen voor iPhone en iPad bezitters. Kun je de Binance app ophalen. Als je Android gebruikt, heb je het probleem niet. Dan kon je al heel lang gewoon de Binance app gebruiken. Maar. Nu is het dus ook weer voor iPhone en iPad bezitters de, de Binance app beschikbaar. En hij werkt overigens ook met de laatste beta van iOS. iOS 13 doet het verder probleemloos. Maar zoals ik net al zei, OCO zit daar op dit ogenblik. Het is nu uh, wat zei, 22, 22 augustus, zit er nu nog niet in. Houd even Twitter in de gaten, de CryptoCoiners Facebookgroep. Uh, voor aankondigingen daarover. Oké, okay, tot zover even dat verhaal over Trade Dash. Uh, lang verhaal omdat ik even wil laten zien wat ik gedaan heb vandaag. Ik kreeg vanochtend een melding van de scanner. Dit was vrij vroeg. Uh, zoals je ziet, het was zo tegen kwart over zeven vanochtend kreeg ik een melding van de scanner dat er een... een, 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 een mooi instapmoment begon te ontstaan voor metal en ik keek naar die chart en ik zag natuurlijk meteen wat ik ook in de scanner al zag 30% verandering over de laatste 24 uur heel veel traders zeggen dan van daar blijf ik even mooi weg van uh, ik wacht wel even totdat, um, totdat de zaak is bedaard ik deelde die mening vanochtend niet want ik had zoiets van moest kijken wat de volume 3500 bitcoin in de afgelopen 24 uur kijk eens even hoe mooi die charts eruit zien rood groen Rood, meteen groen. Elke prijsdaling wordt eigenlijk meteen weer gecompenseerd door een prijsstijging. Kortom, dat gebeurt hier ook wel weer. En dat bleek ook inderdaad zo te zijn. Dus ik heb hier een gedeelte gekocht. Dat kun je eigenlijk niet goed zien. Ik heb het hier gedaan. Ik heb hier een gedeelte gekocht op ongeveer deze plek hier. Uh, ik. Ik weet niet waarom dat ding niet getoond wordt, dat pijltje. Volgens mij is niet alles geleverd. Uh, een gedeelte is hier verkocht. En dat heb ik toen al vrij snel hier alweer verkocht. Met, ik denk, eerst maar even voetjes in het water en kijken hoe het gaat. Nou, 0,2% netto winst. Nou, snel verdiend. Niet al te veel, maar toch leuk. Het spel zonder niet op dat ogenblik. En ik dacht even later van, nou oké, okay, dit begint. We beginnen pas. We zitten nog steeds onderin. Onderin de uh, bolletje Bands. Onderin de Stochastic Oscillator. Dit kan alleen maar leuk worden. Uh, ik zag niet echt, vooral omdat dit ook wat af begon te vlakken. Ik zag eigenlijk een enkele reden om niet gewoon te blijven doortraden. Dus ik heb eigenlijk een paar kennels later, en dit was een drie minuten trade, heb ik gewoon weer teruggekocht. Dus ik heb meteen weer gekocht. En toen heb ik uh, meteen, toen ik hier gevuld werd, toen mijn uh, opdracht werd gevuld, heb ik hier voor een procent hoger, op deze plek, je kunt hem zien, daar staat hij, heb ik meteen een verkooporder gezet, een limit sell order. Dus geen stoplimit, gewoon een limit sell order voor drie kwart. Dus ik had hier gekocht. 100%. En niet all in, maar volgens mij ongeveer de helft. De helft van mijn portfolio. Uh, nee, een derde. Sorry, met een derde van mijn portfolio heb ik hier gekocht. En hier ben ik, uh, heb ik een, een celorde gezet voor drie kwart daarvan. Die werd hier meteen uh, gevuld. Dat ging vrij rap, dat was vijf minuten later al. En daarna dacht ik: met dat andere kwart wat ik nog over heb, ga ik natuurlijk proberen te trailen. Ga ik proberen te volgen. Zoals ik ook in die lange video laat zien: via een stop limit, een trailing-stop-limit-order. Trailing kan niet automatisch op Binance. Dus je, je kunt het of met een bot doen, uh, twee komma's bijvoorbeeld. Uh, je kunt het uh, ook met de hand doen. Ik heb het hier eigenlijk gewoon met de hand gedaan. En uh, ik, ik dacht, weet je wat, ik blijf gewoon keurig hieronder hangen, steeds weer. En wat gebeurde dan helaas? Ik had hier een stop staan, hier de limit en ik werd uitgestopt. En uiteindelijk heb ik dus aan het tweede gedeelte niet veel meer verdiend dan aan het eerste gedeelte. Ik heb dit laten lopen, maar maakt uit, winst is winst. Toch een leuke winst, dit is bij elkaar. Wat was het ongeveer? Netto 0,8%. Dus toen, dat was al um, uh, snel gebeurd. Ik dacht bij mezelf... Ik probeer het gewoon nog een keer. Ik zet hier een buy order. Gewoon neer, kijken wat er gebeurt. Een limit buy order. Ik had er zelfs hier ook nog een eentje gezet en daar ook nog een eentje gezet. Voor het geval dat er even snel doorheen daalde. Ik was inmiddels behoorlijk uh, optimistisch over welke kant dit op zou gaan. We zaten nog steeds onderaan in de onderste bolletje bent. Dat zou er in ieder geval zitten als deze buy order zou worden uitgevoerd. En die werd uitgevoerd. Even later al, uh, weer vijf minuten later. Uh, deze buy order werd uitgevoerd. En ik heb hetzelfde spelletje weer gedaan. Meteen een stop limit, of meteen een limit sell order van drie kwart hierboven. Dit is weer een procent. En een stop limit, sell order, trailing. Gewoon de prijs blijven volgen voor de rest, voor de laatste kwart. Dat ging helaas niet zo lekker. Die verkocht ik hier met wat verlies. Maar ik had mijn winst natuurlijk al dik hierop gepakt. En ik had nog steeds niet genoeg. Ik denk, ja, we zitten nog steeds onderin. De bandbreedte werd wat kleiner inmiddels. Zit nog maar 2,5 procent. Maar het blijft een enorme bandbreedte natuurlijk. En hier was hij helemaal gigantisch: hè? 5 procent. Dus ja, veel volume, grote bandbreedte. Dit is een spel zonder nieten. Dus ik dacht, ik probeer gewoon nog een keer in te stappen. En ik stapte dus even later in voor een bedrag dat iets groter was dan waarvoor ik net had verkocht. Gebeurt gewoon soms. Hier heb ik verkocht, ik weet niet hoeveel dit was, volgens mij ook weer in de buurt van ja, 0,8%, 0,7%. Oh hier, dit was de eerste procent, sorry. Hier heb ik weer verkocht, weer voor een procent. Die zie je hier staan, hij is een beetje moeilijk te zien, maar hier staat hij. Een trailing stop limit order, dit was gewoon een standaard limit sell order. Een trading stop limit order erachteraan hier. En toen was ik eigenlijk min of meer wel klaar voor die dag. Dus uh, voor vandaag. Ik heb nog één trade gedaan op bitcoin versus um, de Pax. Een stablecoin. Dat was een standaard. Ik ga het even laten zien. Dat was een standaard uh, min of meer standaard. Um, even kijken hoor, moet ik even goed doen. Oh, daar stond heel. Pax BTC. Dit was een standaard uh, short trade. Shorting trade. Kijken of hij laat. Dus niet zo heel spectaculair. Kijk, hier was het. Uh, dit gebeurde vanochtend volgens mij. Uh, even kijken hoor. Uh, ja, die, hier begon ik vanochtend om half zeven mee. Uh, en ik ben hier eigenlijk eruit gegaan. Ik had er wat langer kunnen blijven zitten. Maar ik was eigenlijk toen wel min of meer klaar met die trade. Ik dacht bij mezelf, van, ja, waarom zou ik hier nog langer in blijven zitten? Ik ga gewoon op die altcoin of die metal coin straks wel aan de slag. Dit is verder goed. Of uh, mee meer aan de slag. Het is wel goed zo. Ik had er wat langer kunnen blijven zitten. Ik had nog wat meer winst gepakt. Maar op zich is dit ook wel prima. Dit is een, um, dit is een, uh, een winst van 0,3%. Ook weer op een, uh, op een flink gedeelte van de Bitcoin portfolio. Kortom, klaar voor vandaag. Um, je ziet, je kunt beide stijlen dus ook combineren. Op een dag als vandaag, je zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... nu, ik ga hier gewoon short op de Bitcoin... Uh, zodat ik hier uiteindelijk uh, wat terugkoop tegen een lagere prijs. En ondertussen, als er een mooie melding komt van de scanner... of als ik gewoon zelf de charts afga... en er komt een goed signaal binnen... Pak ik dat gewoon mee en dan ga ik op een altcoin ook verder traden. Het is dus, zoals ik het net al zei, op een dag als vandaag vrij makkelijk om uh, aan uh, je dagwinst te komen. Oké, okay, tot zover eigenlijk. Er is niet al te veel te melden, vind ik. Er zijn een paar leuke initiatieven. Binance komt met het zogenaamde Venus-project. Er is nog niet al te veel over aangekondigd. In China hebben ze wat meer verteld dan in de rest van de wereld. Het komt er eigenlijk op neer dat ze in overleg willen met allerlei overheden om stablecoins te gaan maken. Gebaseerd op de Binance blockchain. Dat zou een leuk project kunnen worden. Meer dan een aankondiging is het voorlopig of niet. De prijs reageert ook niet echt. Na de aankondiging ging je een paar procent omhoog, de BNB. Maar daarna daalde hij weer. Nu staat hij volgens mij rond de 27, 28 dollar of zo. Kortom, niet al te veel. Dat zal ongetwijfeld binnenkort veranderen. Ik verwacht dat de komende weken, als zo'n beetje de hele wereld weer terug is van vakantie. In ieder geval de hele tweede wereld: dat er weer veel meer volatiliteit ontstaat. Veel meer nieuws komt. Enzovoort. Enzovoort. Nog één ding. Ik zei het net al: back to crypto. We zijn weer terug van vakantie. Aanstaande zondag, dat is de 223, 22, 24, de 25e zondag, 25 augustus, komt er een actie op CryptoCoins, de Back to Crypto actie. Als je de scanner gebruikt en je wilt hem verlengen voor een mooi tarief, of als je de scanner nog niet gebruikt en je overweegt om hem aan te schaffen, dan wil je waarschijnlijk op aanstaande zondag naar de Back to Crypto pagina op CryptoCoins gaan. De link vind je onder deze video. Ik kom er later nog wel even op terug deze week om te profiteren van een mooie aanbiedingen voor de scanner, ook voor de cursus. En ook voor de workshop. En wat die workshop betreft, nog heel even tot slot. Uh, op, 10 sep... nee, ik zeg het verkeerd. op 2 september, maandag 2 september, s'avonds om half acht, is er een YouTube-event. Dat gaat alleen over die workshop. Uh, als je het leuk vindt om uh, misschien mee te doen aan die workshop, als je al wat trading-ervaring hebt, ben je van harte uitgenodigd voor die event. Je hoort er nog veel meer over. Uh, houd dan in ieder geval alvast maandagavond 2 september, dat over een paar weken. S'avonds om half acht vrij, dan kun je bij het event komen. Je krijgt daar, zoals gezegd. Nog bericht over. Zowel in de Twitter of op Twitter, als in de Facebookgroep als op um, Telegram. En ook in YouTube video's. Oké, okay, tot zover meer heb ik eigenlijk niet te melden. Bovendien zijn we alweer lang genoeg bezig. Als je vragen hebt, reacties over deze video, of over traden, of over shorting, zoals ik hier heb laten zien. Aarzel niet. Laat een reactie achter. Op deze podcast of op deze video als je dit op YouTube hebt gezien. Word lid van de Facebookgroep. Uh, nog één dingje daarover. Een aantal mensen moppert. Zegt van ja, ik heb me aangemeld, maar ik word niet toegelaten. De reden is heel eenvoudig. Je moet even aangeven als je aanmeldt dat je akkoord gaat met de 10 regels die er gelden voor alle crypto corner communities. Dus ook voor de Facebookgroep. Het zijn behoorlijk strenge regels. Daar letten we ook goed op. Zorg dat je je aan de regels houdt. Ga er even mee akkoord. Dan word je toegelaten tot de Facebookgroep. En uh, anonieme accounts, accounts met reclame in de naam, uh, allerlei andere dingen. Wordt, die worden niet toegelaten. Tenzij er een belangrijke reden is om dat wel te doen, stuur dan even een PM'tje aan een van de mods. Oké, okay, tot zover. Happy trading. Ik spreek je heel snel weer bij de volgende video. Tot dan, dag.